Zomeren gaat gebukt onder het coronavirus. De inwoners van Zomeren hebben al wekenlang gemengde gevoelens. Er is hier en daar heel veel leed, maar er ontstaan ook hele mooie dingen. Francine, waar heb jij gebreid? Een hele lange das. Een hele lange das, ja. Voor de lissen in Aalst. Voor de lissen? Want dan willen ze een record verbeteren van de langste das. Ja. En dan ben ik er niet gegaan. En toen dacht ik, iedere woensdag kwam ze. Nee, dat doe ik. Want nee. Er zijn ze ook aan het breien, maar die hebben nou ook geen breiclub. En ik doe dat. Hoi. Hoi, Truus. Ja, dus ben ik er zo zelf mee begonnen. Ja. En dan heb ik restjes en vulgaren en van alles. Het is gewoon één steek, dat is handig. Truus Klaas is, je komt hier vandaag voor de leskeer Zonhoven. Ja. Dat is geen mooi verhaal, hè? Nee, zeker niet. Want jullie moeder is... Vandaag gecremeerd. Vandaag gecremeerd. Wanneer is ze overleden? 25 april. Ja. En toen mocht je er niet bij? Nee, mocht er niet bij. Dat is het moeilijkste van alles, denk ik. Ja, dat zeker. Ja? Had ze corona? Corona, ja. Wanneer kwamen ze erachter? Dat is de... Zondag een week terug. Dat was schrikken, of niet? Ja, dat was schrikken, ja. En toen? Ja, toen is alles geregeld, hè. Ja. Mogen we nog wel gaan kijken toen ze... Nee, niet gaan kijken. Gaat ze ook niet meer gezien? Nee. Ook niet in het trouwcentrum, of niet? Nee, allemaal niet. Oh, dat is wel apart, zeg. Dan komt het eigenlijk begeleid wonen, dan moet alles volgens de regels. Hè? Volgens de regels. Ja. Dat is wel heftig, hè? Ja, zeker. Hoe oud was ze, Anneke? Die werd vandaag 93. Ook nog eens vandaag jarig? Ja, zeker. Dat is wel aparte dagen die jij beleefd, hè? Ja, zeker. Maar denk je dat het verwerken dan wel later komt, of niet? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Dat is wel moeilijk. Ik blijf hier toch komen in het bejaardenhuis, want... Ik ben vrijwilligers. Ja? Ja. En nou is ook voor jou dicht? Hè? Ja, nou is het voor mij ook dicht. Het is wel een rare tijd, hè? Ja, rare tijd. Ja. Zeker. Maar in dat hartje hebben we wel een betekenis, hè? Ja, zeker. Ja. Daar hebben wij al de hart er al een paar weken in. Ja. En dat is een eerbetoon aan onze zorgverleners. Veel mensen hebben dat gezien, hè? Ja, zeker. Want de burgemeester is al hier geweest om een filmpje toch op mee te maken. Ja. Dus dat vinden we toch leuk. Zeker. Maar is eigenlijk de dag dat de muur gesloten was? Dat is die ook. Hij is niet voor het publiek geopend. Maar om hem toch voor het behoud te laten hem toch regelmatig een keertje draaien. Ja. Al is maar een uurtje of een paar uurtjes, dat is genoeg. Ja, is goed voor de meulenaar als je draait. Ja, zeker, hij moet draaien. Ja, en voor de meulenaar is het gemist als je dicht is. Ja. Ja? Ja, ik vind dat vervelend als je niks te doen hebt.
vervelend, ik kan dit gras maaien. Ja, daar zijn we ook mee bezig, hè? Dat hebben we al gezien. Ja. Voor jou ook een moeilijke tijd of niet? Ja, valt mee. Kijk, het is hier altijd rustig geweest. Ja. Alleen, we hebben nou geen mensen in de woning, geen bezoekers. Dus dat is wel een beetje stil, maar verder gaat het allemaal gewoon door. Dus voor jou mag het niet lang duren, want het is tijd. Ja, zijn een beetje Einzelgängers, hè? Ja, zeker. Die molenaars die werkten vroeger ook altijd maar in zijn eentje. Ja. En daar kwam ook niet heel de dag volk bij kijken. Nee, dus je kunt door de dag wel doorkomen? Ja, ik verveel me eigenlijk niet. Nee. En aan de molen is genoeg te doen? Ja, we hebben nog een paar duizend kilo rokken die we nog moeten maken. Ja. Dus we kunnen voorlopig vooruit. Natasja van de Putten, van de Putten Fysiotherapie en Psychologie. Een maand geleden gingen jullie dicht. Ja. Dat was heftig. Ja, dat was heel heftig. Ja, dat heeft er flink in gehakt. Ja. We dachten nog open te mogen blijven, maar op dat moment was duidelijk dat het toch echt wel nodig was dat ook wij ons werk gingen neerleggen. Ja. Ja. En je was ook meteen mee eens? Ja, ik had niet veel keus. Geen keus. Zullen we moeten, ja precies. Het is voor het belang voor de gezondheid, dus je kunt niet anders. Ja, jullie zijn echt van die contactgroepen beroepen, dat je hebt gewoon niks anders. Nee, ja, we hebben een bepaalde patiëntengroep die we wel op afstand zouden kunnen zien. Maar er was in eerste instantie is het ook gewoon daarin gezegd, die ga je ook niet zien. En we merken nu wel weer dat we weer wat losser mogen. En dat we weer mensen die we op anderhalve meter afstand kunnen zien, dat we die weer mogen gaan zien. Oh, ja. Dat is wel fijn. Heel fijn, ja. Voor zowel voor onszelf als ook voor de patiëntengroep natuurlijk. Want hebben jullie een maand elkaar niet gezien? De patiënten bedoel je? Nee, bedoel je wel collega's om elkaar? Nee, ja, we hebben elkaar wel gesproken ondertussen natuurlijk om overleg te plegen en dingen af te stemmen. Maar in principe tot een minimum beperkt. Ja, en jij zelf liep hier rond en dan... Ja, ik liep hier wel rond, ja. Alleen. Maar met pijn in mijn hart. Ja, stil hè? Ja, dat zijn we niet gewend. Ja. Ja. Hoe reageerden cliënten erop, op al die nieuwigheden? Ja, nou, cliënten snappen het natuurlijk, want we kunnen niet anders. En het raakt iedereen. En dat scheelt natuurlijk wel dat iedereen het snapt. Iedereen weet waarom we het zo doen. Dus cliënten vonden het prima. En we hebben natuurlijk wel contact gehouden met iedereen. Dus we hebben mensen gebeld. We hebben via mail oefeningen gegeven, videobellen. We hebben iedereen wel met iedereen contact gehouden. Ja. Ja. Nou, de fysieke problemen die zullen op een of andere manier opgelost worden. Daarna, als de corona voorbij is, beginnen de psychische klachten, denk je ook? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, het is heel heftig. Het is voor iedereen heftig. Het is niet alleen voor de coronapatiënt heftig, maar ook voor iedereen die nu de open en normaal zieke dwongen thuis binnen moeten blijven. Mensen die ziek zijn geweest en heel benauwd zijn geweest. Mensen hebben dierbaren verloren. Dus het is heel heftig. Een hele grote impact op de samenleving. Ja, er zijn wel mensen die al met jou willen gaan praten, nu al? Ja, dat zie je al gebeuren. Ik heb mensen al gesproken daarover. En die mensen ga ik alweer zien, ja. Je had dat een maand geleden gedacht? Ja, inderdaad. Ja, heel heftig, ja. Ja. Personeel, dat blijf ik allemaal? Ja. Dus niet dat je mensen moet ontslaan of zo, dat is minder werk, maar dat komt allemaal weer terug straks. En wij verwachten dat het weer terug gaat komen. Wij verwachten dat we dadelijk, hè, als we een paar maanden verder zijn, dat wij weer gewoon draaien zoals we aan het draaien waren voor de corona. En we mogen het nog drukken, want er zijn mensen niet aan het uitstellen. Mensen hebben klachten, mogen niet komen. Dus die zullen toch weer gaan komen. Ja, jullie hebben zelfs een corona fysiotherapeut. Ja, klopt. Ja, Koen Keursen, mijn collega, die zich specialiseert in corona. En ik denk dat daar heel veel vraag naar gaat komen. Ja, daar zijn we heel blij mee. Natasja, ik stond voor de deur was dicht, maar ik had gewoon binnen kunnen lopen. Ja, klopt. Ja, we zijn gewoon open. Mensen mogen ons altijd om advies komen vragen. Mensen kunnen ons altijd bellen als ze klachten hebben. En op dat moment zijn wij ook door de overheid geadviseerd om toch mensen te behandelen als het mag en als het nodig is. Face-to-face, maar ook om mensen telefonisch of via beeldbellen te kunnen behandelen. Dus iedereen kan ons gewoon benaderen.